kantoorgebouw in de Antwerpse haven dat dienst doet als fictief politiekantoor is het decor van Dode Hoek, de nieuwe film van de Brusselse regisseur Nabil Ben Yadir. C'est l'histoire d'un personnage très complexe. C'est l'histoire d'une rédemption. C'est un film sur l'homme et toutes ses contradictions. C'est un film sur les choix, en fait. Sur les choix. Je ne vais pas trop vous raconter l'histoire. En tout cas, ça se passe en Belgique, entre Anvers et Charleroi, un peu à Bruxelles. Ce qu'on appelle ABC, Anvers, Bruxelles, Charleroi. C'est ce qui relie, en fait, finalement. Et c'est l'histoire d'un mec qui va faire des choix très compliqués dans la vie et tout son passé va ressurgir. Il fait des choix politiques, il fait des choix personnels et à un moment donné, tout se paye. Et c'est son passé qui arrive au moment où on s'attend le moins. De hoofdrol in Dode Hoek wordt gespeeld door Peter van den Beginn, die in de huid kruipt van commissaris Jan Verbeek. Het is heel intensief vanaf de eerste dag, vanaf de eerste morgen. Het is een heftige rol. Het is strak, scherp scenario. Ja, en ik ben heel blij dat ik erbij mag zijn. Nabil wist met zijn debuutfilm Les Barons heel wat mensen te charmeren. Is er in Dode Hoek ook plaats voor humor? Het is een fatalistisch verhaal. Allee, het is al van bij het begin. Het is een tamelijk noodlottig verhaal. Maar ja, het leven is ook noodlottig. Hè. We weten allemaal dat we doodgaan op het einde of zoiets. Hè. Dus wat dat betreft mag dat geen domper zijn om er geen feest van te maken. Dus we zullen wel zien hoe die humor erin komt of zo. Het wordt geen dijenkletser. Ik denk niet dat het als komedie wordt bestempeld. Maar soms is het leven zo erg dat je niet anders kunt dan ermee te lachen. Dus ik hoop dat er zich in deze film ook wel zo'n situaties voordoen. Het is een fantastisch scenario. Het is heel leuk. Ik vind Nabil een ongelooflijk goede acteur, regisseur. Hij kent zijn verhaal echt door en door. Hij weet heel goed wat hij wil. En het zijn toffe lijnen om te spelen, omdat het zo heel genuanceerd is. Zo, niemand is de slechte of de goeie. Het is zo... Ja, het is heel genuanceerd allemaal. Dus wel een beetje de gedachte erbij, maar fijn. Het is wel in die zin een rol... Of een personage dat ik in het verleden nog niet heb gespeeld. Dus als ik het las, was ik onmiddellijk zo zeer eager om eraan te beginnen. En dat in combinatie met Nabil, die zeer gedreven is en die eigenlijk er al 7 jaar mee bezig is. En die heel goed weet wat dat dan wilt en toch de vrijheid geeft aan de acteurs om daar hun ding mee te doen. Dat moeten we weer wensen als acteur. Moi, je suis un réalisateur qui a fait 90% de son film avant avec le casting du film. C'est-à-dire que j'ai énormément confiance aux comédiens. Je prends beaucoup de temps à choisir les comédiens. Mais une fois qu'ils sont choisis, c'est une vraie relation de confiance que j'ai avec mes comédiens et avec toute mon équipe technique. C'est un peu un chef d'orchestre, mais c'est pas chef d'orchestre finalement. C'est chacun à son instrument. Moi, j'ai un instrument comme les comédiens aussi. Dode Hoek van Nabil Ben Yadir zal te zien zijn vanaf januari 2017 in de bioscoop.